U zei vanmorgen in de krant, ik heb een pakketje uit China gekregen met tientallen mondmaskers. Hoeveel mondmaskers heeft u nu eigenlijk gekregen en hoe is dat gegaan? Vertel dat eens. Ik zal u dat allemaal uitleggen. Laten we beginnen bij het begin. Er is de pandemie. Er zijn geen mondmaskers in ons land. De regering heeft er geen. En de stok die er was, ja goed, die was vervallen en die werd verbrand. Dus dacht ik dat het als mijn politicus mijn verdomde plicht was om te zorgen voor mondmaskers. Wat doe ik? Ik spreek al mijn contacten aan in China, hier en elders, om zoveel mogelijk mondmaskers gratis uit te kunnen delen. Dat lijkt mij logisch. Ik heb er inderdaad gehaald uit China. Ik heb er daar, ik denk, een 10.000-tal gehaald. Ik heb er een 2.000-tal via de ambassade gekregen. Een aantal via allerlei organisaties. En die 10.000 die komen via een firma in Hongkong die die opgestuurd heeft naar ons. En daarnaast het grote leeuwendeel werd geleverd door een Belgische firma, een Vlaamse firma uit Meissen, de firma Distribution. Oké, het gaat dus om duizenden maskers. Nu, u heeft voor alle duidelijkheid geen rechtstreeks contact genomen met spion Chang Chung, wel met mensen die u via hem heeft leren kennen. Gedeelde contacten. Ik ben een aantal keer in China geweest, dus ik ken daar wel wat mensen, zakenmensen, academici, mensen ook uit de instellingen. Dus ik heb mijn adressenbestand aangesproken, zo'n beetje zoals koning Philip dat gedaan heeft, toen hij Jack Ma van AliExpress heeft aangesproken en 500.000 mondmaskers uit China naar hier heeft gehaald. Even bij u blijven. Laat ons in de these blijven en die even volgen dat u de mensen wilde helpen in nood. Is er dan geen moment dat u toch gedacht heeft, ja, die spion is eigenlijk het land uitgezet. Ik kan toch beter twee keer nadenken voor ik daar iedereen contacteer. Ik dacht dat het mijn plicht was om ervoor te zorgen dat er mondmaskers waren. Er was die pandemie, er was angst bij de bevolking. Het was mijn plicht om de volksgezondheid uiteindelijk mee te helpen beschermen. Ik zou het mezelf verwijten indien ik die actie niet zou hebben gevoerd. Mij valt niks te verwijten. Ik heb gehandeld in het belang van de volksgezondheid. Die maskers waren heel gegeerd op dat moment. De Chinezen geven nu duizenden maskers. Waarom doen ze dat, denkt u, volgens u, dat ze die aan u geven? Wel, ik denk dat ik daar inderdaad een netwerk heb ontwikkeld en dat ik dat netwerk ook heb aangesproken. Wat denkt ze daar dan zelf mee voor te krijgen, het feit dat ze dat doen? Men kan mij dat verwijten. Ik denk dat dat humanitaire hulp was op dat moment. En dat de Chinezen misschien toch ook wel een beetje vroeging hadden rond het hele verhaal rond het virus. Dat kan meegespeeld hebben. Nu, in de wedstrijd begrijpt niet iedereen waarom hij zich zo op China richt. Gewoon een vraag om het te begrijpen. In 2017 ging u naar een prijsuitreiking in China met een sjerp van de Senaat, terwijl u geen senator meer was en u ook niet van de Senaat moet weten. Mensen begrijpen niet. Waarom doet u dat eigenlijk? Kan u dat eens uitleggen? De Chinezen houden graag van uiterlijk vertoon en een senaatsserp die ik ooit als senator gedragen heb, ja, die is helemaal rood en ik draag liever niet de Belgische kleuren. Maar dat is een anekdote die feitelijk niet echt ter zake doet. Waar het echt over gaat, is dat wij in Antwerpen een grote Chinese gemeenschap hebben en een haven waar de Chinese staatsrederij Cosco een van de belangrijkste klanten is. Dus China is nooit ver weg in deze stad. Dat is een belangrijk electoraat voor ons als Vlaams Belang. En daarom heb ik inderdaad, op vraag van mijn goede vriend Freddy van Gaver, die ondervoorzitter was van deze vereniging, deelgenomen aan die activiteiten. Oké, ja. Maar voor alle duidelijkheid, u heeft nooit geld gekregen vanuit China. Vanuit China heb ik nooit geld gekregen. Het enige wat mij ooit is uitbetaald, dat zijn onkostenvergoeding voor etentjes, voor allerlei onkosten, verplaatsingen, dat soort van dingen meer. En om de argwaan bij uw politieke tegenstanders weg te nemen, zou u zeggen van, ik maak dat allemaal transparant, ik gooi dat op tafel, elke cent die vanuit China gekomen is? Mag ik toch erop wijzen dat er reeds een onderzoek is gevoerd, een onderzoek van de staatsveiligheid samen met het parket. En dat de procureur-generaal van het Hof van Beroep in 2019 al heeft geoordeeld dat er geen reden was tot een onderzoek. En omdat spionage natuurlijk niet strafbaar is volgens de oude rechtsregels in de context waarin dat er toen was. De vraag was eigenlijk, meneer De Winter, zou u bereid zijn om de argwaan bij andere partijen weg te nemen om elke cent die u gekregen heeft transparant op tafel te gooien? Er zal een onderzoek volgen en de diensten die daarvoor verantwoordelijk zijn, zullen dat ongetwijfeld onderzoeken. Ik sta recht in mijn schoenen. Deze zaak is afgesloten in 2019. Dus u bent bereid om dat publiek te maken? Met een schrijven van de procureur-generaal van het Hof van Beroep. Ik weet niet wat ik nu nog meer moet doen. Men probeert mij erachter te achtervolgen. Men probeert vooral de zaak Reileman te koppelen aan deze kwestie, die feitelijk al in 2019 door het parket is beslecht en afgerond. Maar
Maar u bent wel bereid om alles publiek te maken dan van eventuele financiële transacties? Indien er een onderzoek is, zal ik uiteraard welwillend meewerken aan dat onderzoek. Dat is dan het tweede onderzoek. Dat maar niet eerste... publiek zelf maken aan de persbezorger? Dat zal wellicht het eerste onderzoek bevestigen. Maar ik ga dat niet aan de neus van journalisten hangen. Dat is de taak van het parket en het gerecht in een rechtsstaat om dit soort van zaken te onderzoeken. Uw partij zit wel verveeld met een uitspraak die u gedaan heeft. Ik wil ze u even voorleggen. Xi Jinping, zijn visie geeft mogelijkheden om een pak crisissen in de wereld op te lossen. Blijft u achter die woorden staan? De kijk naar die man? U moet dat in zijn context zien. Dat is een interview voor een Chinese krant, waar ik in het kader van de Belt and Road initiatieven, die vooral gaan over handelsmissies en handelsactiviteiten, ook richting onze stad Antwerpen, vond ik inderdaad dat de inspanningen die gedaan worden om Antwerpen als haven te promoten voor allerlei Chinese handelsactiviteiten belangrijk zijn. Het ging over conflicten in de wereld, dat hij zijn visie kan helpen om die conflicten op te lossen. U gelooft wel in meneer Xi Jinping? Ik ben geen fan van de Chinese president. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb in het verleden mij herhaaldelijk uitgesproken in resoluties in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement voor het aanknopen van diplomatieke relaties met Taiwan. En ik blijf dat doen. U zult van mij geen enkele uitspraak in het parlement vinden, noch initiatief dat in het voordeel van communistisch China pleit. Ik wil tot slot, want we moeten afronden, meneer De Winter. U bent van grote electorale waarden, meer dan 93.000 stemmen. Maar een aantal partijen wijzen naar u om niet met het Vlaams Belang te moeten samenwerken. Zou u bereid zijn vroeg of laat een stap opzij te zetten, mocht dat Vlaams Belang aan de macht kunnen helpen? Uiteraard probeert men het spel van verdeel en heers te spelen. Uiteraard probeert men via deze kwestie, door die te linken aan de zaak Reileman, terwijl het er niks mee te maken heeft, om het Vlaams Belang electoraal te pesten om ons het mes in de rug te steken. Maar zou je daartoe bereid zijn, is de vraag. Dit is een poging van de regering, van de Vivaldi-regering, die zieltogend is, die het slecht doet in de peilingen, om ons uiteraard electoraal te treffen. Maar u zet geen stap opzij. Niet. U zet geen stap opzij. Ik wil een vraag stellen aan de minister van Justitie, die straks in uw studio zit. Waarom? Waarom wordt bijvoorbeeld niet gewaarschuwd dat onder andere de minister van Binnenlandse Zaken hier, op de foto, met de familie... Dat is Jan-Jan Bon, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. ...van de VZW, waarmee ik een tijdje heb meegewerkt. Waarom kan dit allemaal? Waarom waarschuwt de staatsveiligheid politici niet wanneer zij contact hebben? U heeft wel niet geantwoord op de vraag, stap opzij zetten. Ik begrijp dat u dat niet gaat doen. Ja of nee? Wat betreft ben ik een politicus die recht in zijn schoenen staat, die zichzelf niks te verwijten heeft. Geen stap opzij. En die niet toegeeft aan de druk van onze politieke tegenstanders in dit opgezette poging om ons electoraal onderuit te halen. Ik begrijp dat als geen stap opzij.